De regio Holland-Rijnland gaat binnenkort gebruik maken van een nieuw verkeersmodel. Dit nieuwe verkeersmodel is gemaakt vanuit een breed gedragen wens van de regio Holland-Rijnland om het verkeersmodel te actualiseren. Het nieuwe verkeersmodel levert heel veel op voor de regio als Holland-Rijnland, maar ook voor de gemeente en ook voor inwoners en initiatiefnemers. Omdat we met dit nieuwe verkeersmodel heel goed in beeld kunnen brengen waar we wel woningen kunnen bouwen of bedrijven kunnen toevoegen en waar dat eigenlijk beter niet kan. Vroeger gebruikten we meer de auto, was het fietsverkeer ook minder goed georganiseerd. En ook het openbaar vervoer is steeds beter geworden. Het is goed om al die verschillende modaliteiten, fiets, auto en openbaar vervoer, ook in het verkeersmodel een plekje te geven. En daarom hebben we het verkeersmodel aangepast in het nieuwe verkeersmodel. Bovendien gaf het ook de mogelijkheid om er een tour-based verkeersmodel van te maken. En dat betekent dat we de patronen van activiteiten van de mensen, dat we die beter meenemen dan voorheen. Dus we gaan van huis naar werk, naar de winkel en weer naar huis. Het levert ook op dat we veel beter inzichtelijk maken of investeringen in fietsen of openbaar vervoer echt nut hebben. Het nieuwe verkeersmodel is gemaakt met 12 van de 13 gemeenten van de regio Holland-Rijnland. Het bouwen van het verkeersmodel is een zorgvuldig en daardoor lang proces. Als Holland-Rijnland hebben we heel veel aan zo'n nieuw model en we hebben heel goed kunnen samenwerken met de RADAV die dit nieuwe model heeft gebouwd. Het helpt ons gewoon ook om samen in de regio goed na te denken over verbindingen. Want we willen van A naar B over gemeentegrenzen heen en dan helpt een goed verkeersmodel. En samen met RADAV hebben we een heel mooi model gebouwd.